wel gewoon de compositie hebt gevolgd. Dus, dat ja, daar heb ik heel lang over getwijfeld, moet ik wel zeggen. Ja, dat is een goede keuze geweest. Want zo'n beeld is eigenlijk alleen maar... Ik bedoel, je kijkt en je ziet eigenlijk dat het een staand beeld is. Dus ik denk dat je dat automatisch toch hebt gedaan dan. Verder is hij technisch goed. Hij is goed belicht, hij is scherp. Het enige is dat de belichting is een beetje vlak. Je hebt hem waarschijnlijk van schuin van voren aangelicht, zie ik. De schaduw die zit een beetje aan de zijkant. Ja. Ik vind hem een beetje flats overal. Dus dat, als je je achtergrond wat donkerder had gemaakt bijvoorbeeld en dat licht wat meer van boven had laten komen, dan had hij wat mij betreft wat hoger in de rangschikking gestaan. Dus dat is eigenlijk waarom die bij mij wat verder achterin stond. Algemeen een beetje een vlakke en ook een beetje een kleurloze sfeer geeft. Ja, duidelijk. Ja, ik wil er nog wel wat aan toevoegen. Als je kijkt naar het juryproces, hoe we de want stel je voor dat je precies dezelfde foto volgend jaar ook weer zal inleveren. Dan kan het best zijn dat die op een compleet andere plek zit. Want we jureren echt op verhouding ten opzichte van alle andere foto's die ingeleverd zijn. Dus we zetten allemaal als individuele juryleden de foto's rangschikken we op volgorde. Dus we kijken echt heel goed naar het totaalplaatje van alle ingezonden foto's. En dan gaan we vervolgens, ja, onze persoonlijke ranglijsten worden samengevoegd tot één. En dan gaan we discussiëren op precies die punten die Rob ook aangeeft. Dus de uiteindelijke plek die je behaalt in zo'n foto in de totale ranglijst is ook heel erg afhankelijk van, ja, ik zou bijna zeggen, het totaal aan foto's wat deelgenomen heeft. Ja, dus eigenlijk afhankelijk van de rest van de foto's. Ja, ja. En dan wordt er echt inderdaad nou precies gekeken naar wat Rob zegt. Belichting, compositie. Hoe krachtiger de foto is, hoe hoger die uiteindelijk ook in de totale ranglijst naar voren zal komen. En daarna gaan we echt heel erg kijken naar individuele aspecten als scherpte, belichting, compositie, noem maar op. Ja, duidelijk. Daarvoor is het een wedstrijd, hè? Zonder volgorde hebben we geen uitscoren. Dus dat maakt het een wedstrijd. Dus, ja. Is de feedback duidelijk, Marloes? Ja, helemaal duidelijk. Dankjewel. Dus ja, even in de algemene zin, hè, voordat iedereen er wat voor lid. Wij roepen eigenlijk ieder jaar wel dat er sommige foto's veel beter zouden zijn als ze inderdaad in portret ingeleverd zouden worden. En dit is denk ik een goed voorbeeld zoals het dan goed uitpakt. Dus als je de volgende keer twijfelt, vaak is het in portret hartstikke mooi. Dus dat zou ik zeker ook inleveren als je dat denkt. Oké, de volgende is van Escha Lambers. Ja, ik ben er ook. Goedenavond. Goedenavond. Ik kan je nog niet helemaal zien, maar we hebben een plaatje wat is ingeleverd ook voor de wedstrijd starters beste foto. Ik hoor mezelf een paar keer terug. Zou iedereen die niet aan het woord is zijn microfoon willen sluiten alsjeblieft? Dat was grammelt. Dankjewel Marloes. Ik zag... deze foto die heeft de 18e plek gehaald in de beste foto's bij de categorie starters. Edwin, mag ik jou deze keer het woord geven om daar als eerste wat over te zeggen? Ja, dan begin ik toch even met de vraag aan Marloes te stellen. Heb je een specifieke vraag? Nee, niet echt specifiek. Ik ben ook inderdaad gewoon benieuwd naar de feedback over deze foto. Want ik vond hem zelf wel erg mooi. Dus ja, dat was eigenlijk gewoon de vraag. Ja, nou als je... Nou ja, eigenlijk weer hetzelfde als wat ik net aangaf van... alle foto's komen op volgorde, gaan we ze zetten. En dan gaan we uiteindelijk kijken naar waarom staat nou deze foto op deze plek. En wat zou die moeten doen om hoger te scoren. En wat je hier ziet is dat het C-paardje, wat duidelijk je hoofdonderwerp is, er net niet genoeg uitknalt om echt een overtuigende foto te hebben. Hij gaat een beetje op in zijn achtergrond.
Dat maakt het ja, op zich een aardige plaat, maar volgens mij is die hoofdonderwerp ook echt je zeepaardje en je wil echt dat die helemaal loskomt van zijn omgeving. En dat is uiteindelijk denk ik het belangrijkste waardoor hij dan op die plek scoort. Rob, jij nog wat aan toe te voegen? Nou ja, ik ben wel benieuwd naar de bedoeling van de fotograaf, zeg maar. Dus je komt dit tafereel tegen en je denkt, ik ga een foto maken. En wat was op dat moment je overweging om hem zo te maken zoals die is geworden? Er staan meerdere componenten op, zoals een wasroos of iets dergelijks, linksbovenin. Wasroos. En daarnaast het zeepaardje en dan ja, een soort boeketvorm. Dus ik dacht, ik neem hem in grote hoek, dat vond ik wel mooi, want gewoon dat er meerdere dingen op staan. Ja, want hij is inderdaad wel sfeervol, hè? Ik bedoel, het is echt een stilleven. Ook een soort klein paletje, een landschapje. Alleen toen ik wat er voor de tweede of de derde keer zag, dacht ik pas dat er ook nog een zeepaard in zat. Dus in die zin heeft Edwin wel gelijk dat het zeepaard dan te veel wegvalt in de rest van de elementen die in beeld zitten. Maar ik vind de belichting erg sfeervol. Ik vind het vignet wel iets te zwaar, zeg maar, aan de zijkanten. Maar bij mij stond die ook halverwege geteld in mijn beoordeling. Net achter de foto van En bedoel je dan ook dat er dus diepte mist, als ik jullie verhaal goed hoor, in de foto? Ja, het mist eigenlijk vooral een hoofdonderwerp. Omdat je alles probeert te vangen van dat stukje, ja, zeg maar, weet je niet zo goed waar je naar kijkt. En ik zit er nu weer naar te kijken, nu valt me op dat die spons bij het kopje van het zeepaard is een soort gezichtje. Ik zie twee ogen, een neus en een smiley. Zien jullie hem ook? Dus dat ligt aan mij. Twee oogjes, neus en smiley. Ja. Oké. Nee, was mij ook niet opgevallen. Geinig. Dus er is een hele hoop in te zien in deze foto, alleen niet helemaal communiceert het wat de bedoeling was. En wordt het een beetje een zoekplaatje, wat een heel charmant zoekplaatje is, maar dan uiteindelijk op een 18e plek belandt. Kan je wat zo op deze manier met de feedback? Ja, nog zeker, dankjewel. Ja. Dan gaan we nog even terug naar Marloes, want die had nog een foto ingeleverd. Het was voor de starters de themafoto. Het thema van dit jaar was wieren. Marloes. Ja, nou, ik vond deze foto gewoon scherp. En daarom heb ik hem ook ingestuurd. En ik heb er heel lang over zitten twijfelen over het zeewieren, of ja, het wieren idee. Maar ja, ik denk een groene zeewierslak op groen zeewier. Hoe goed wil je het hebben? Dus ik was wel benieuwd hoe jullie ernaar keken. Duidelijk. Rob? Het is zeker een technische goede foto. Compositie ook. We hebben een mooie diagonale lijn erin. Ik vind de achtergrond mooi, rustig ook en niet helemaal zwart. Maar net mooi dat groen van het water. Dus het is groen op groen op groen. Maar wel met genoeg contrast en genoeg licht om al die beeldelementen los te maken van elkaar. Alleen het is geen echte wierfoto. Dat was mijn overweging om hem wat verder naar achteren te zetten in de beoordeling. Kijk, als het thema opdracht is wier, dan moet het hoofdonderwerp is wel wier. En hier is de slak eigenlijk wel het dominante onderwerp. En daar hebben we in de jury ook bij andere foto's wel het gesprek over gevoerd. Van ja, wanneer voldoet de foto nou wel of niet aan de voorwaarden van een themafoto? Want er waren meer foto's ingeleverd waarbij je eigenlijk maar twee takjes wier zag. En voor de rest of een visportret of een krapje of iets anders wat in het wier leeft. Maar dat is niet de vraag aan de fotograaf in dit geval. De vraag is, maak een mooie foto van wier. En die zetten we naast elkaar. Maar verder, prachtige foto. Ja, en wat denk ik het lastige is ook bij het jureren van deze categorieën, is dat je ook echt groothoekfoto's, macrofoto's, alles door elkaar hebt. Dus je ziet ook dat het element sfeer, wat ook heel erg belangrijk is geweest bij het jureren, wat mij betreft, van deze categorie. Ja, en dan is het
dan zie je een echt een sfeervol wierenplaatje in een categorie, in een themafoto die over wieren gaat. Ja, die scoort dan hoger dan een macrofoto waarbij wier niet het hoofdonderwerp is. Dus het heeft ook heel erg weer te maken met andere foto's die ingeleverd zijn. Want inderdaad, qua wat Rob zegt, qua scherpte, qua belichting, compositie, mooie foto. Ja, dankjewel. Oké. Nog vragen? Nee, eigenlijk niet. Het is duidelijk. Dankjewel. We gaan deze motieven nog eigenlijk wel een keer terugzien bij de volgende foto. Want ook hier hebben we een beestje in dit geval, een vlokreeft, eigenlijk twee dus. Ook in een wier zitten. En deze foto had de eerste prijs. Dus het kan nog steeds wel een beestje zijn op wier wat toch hoog scoort. Maar waarom heeft deze nou hoger gescoord, Rob? Ik wil zo Patrick nog wel even aan het woord laten. Maar ik ben wel benieuwd waarom dat voor jou echt een betere foto was dit. Wat ik hier mooi aan vind, zijn vooral die ronde lijnen. Nee, het onderwerp is hier echt wier. Hè? Dus dat staat als een paal boven water. Gewoon als je naar de vlakverdeling kijkt, dan bestaat het grootste deel van het vlak bestaat uit wier. Dus in die zin zit Patrick dichter bij het thema-onderwerp. En ik vind de kleur gewoon mooi, ik vind de lijnen mooi, hoe dat wier vloeit. En dan heb je eigenlijk als een soort toegift, heb je die twee vlokreefjes nog in die tweede opening zitten. Dus dan zie je wel dat het wier is, maar ook nog iets in leeft. Ik vind de kleur mooi. Het enige wat ik iets minder geslaagd vind, is die donkere band aan de zijkant. En er zit een schaduwband in, dus dat zou ik dan de volgende keer iets meer licht geven. Maar ik vond dit echt de foto van de slak nogmaals ook een geslaagde foto, maar minder het thema. En dit vind ik een geslaagde foto en op en top het thema. Hij stond bij mij ook op 1 in de beoordeling. Edwin? Ja, een foto die van zichzelf heel erg krachtig is. Als je een hele reeks foto's ziet, dan is dit een foto die er gelijk uitspringt. En je ziet dat dus als je een heleboel foto's moet jureren, heel erg sterk meespeelt. Dus heeft een foto echt power? Heeft die de wow-factor? Ja, dat heeft deze inderdaad door precies wat Rob zegt. De compositie, het lijnenspel wat erin zit. Ja, en al de twee vlokreefjes die erin zitten, die maken het dan af. Ja, dat viel me ook wel op bij de jurering, dat de winnaars je eigenlijk bijna tegemoet springen vanuit dat overzicht wat je toegestuurd krijgt. Het is, de winnaars zijn bijna in één keer duidelijk, bij mij althans. Ja, Patrick, hoe maak je een mooie foto? Je bent er zo aan het vinden. Nee! Misschien moet je af en toe ergens aan de zijkant bewegen met je muis. Patrick? Hoe maak je de foto? Nou, ik had van tevoren al het idee van wat ik wilde doen. Hè? Dus een detailopname van waar kamen we hier. En mijn eerste bedoeling was om het in mijn vakantie te doen, in mijn zomervakantie. Maar toen vertelde Petra Steenhoek mij, die beroepsmatig veel met wieren werkt. Die zei, nou, dan heb je kans dat het allemaal weg is. Dus doe het op tijd. Begin er op tijd mee. En waarom ik deze nu ingestuurd heb, is ook omdat ik gewoon inderdaad benieuwd was van waarom heeft hij nou gewonnen. Omdat ik zelf eigenlijk na het insturen, eigenlijk voor het insturen al een beetje zoiets had van, ja, zal die niet qua kleur te eentonig zijn? En ik had van mijn beste foto, daar had ik meer van verwacht. En deze had ik eigenlijk, nadat ik hem ingestuurd had, wat minder van verwacht. En daarom was ik gewoon heel benieuwd van hoe is die nou beoordeeld inderdaad. Ja. Dus, maar ik ben daar bijna twee duiken mee bezig geweest met dat kamerwier. Omdat er op dat moment heel veel zweefvuil in het water zat. En ik had eigenlijk foto's die ik zelf beter vond, maar waar te veel zweefvuil op zat. En dat was bij deze dus niet. En toen heb ik hem ingestuurd. Ja. Heb je hier nog veel aan bewerkt of uitgesneden of gedaan om zo in te leveren? Was dit het? Nee, deze is weinig bewerkt.
Misschien een klein beetje gekropt inderdaad, ja, dat zou wel kunnen. En dan denk ik eerder aan de rechterkant. Ja. Ik zie een paar vragen op de chat binnenkomen. Dat is altijd fijn als ook andere mensen nog wat vragen op hebben. In dit geval ook denk ik aan de jury. De vraag van André van der Hoek is, stelt ook mee dat de foto totaal anders is dan andere inzendingen? Als ik hem dan even voor een andere categorie, bijvoorbeeld Groothoek, bij zou beantwoorden, de vraag van André, dan zie je dat we dit jaar enorm veel kwallenfoto's hadden. En dan zie je dat we toch eigenlijk heel veel kwallenfoto's heel hoog gescoord hebben. Dus telt het mee dat die anders is dan alle andere inzendingen? Nee, ik denk het niet. Uiteindelijk kan het natuurlijk wel voor zorgen dat het een foto is die er van begin af aan heel erg uitknalt en je aandacht heeft en direct daardoor hoog in de ranglijst komt te staan. Dus als een foto anders is, wil niet zeggen dat die beter scoort. Als een foto anders is en heel erg sterk is, kan het wel zijn dat die in een hele reeks van inzendingen heel erg opvalt en daardoor beter scoort. Maar daar kan je als fotograaf denk ik niet van tevoren rekening mee houden. Tenzij je echt heel bewust denkt van, ik ga echt mijn eigen stijl en een compleet andere foto maken. Maar dan moet het wel een hele goede foto zijn om hoog in de ranglijst te komen. Dus anders wil niet per definitie zeggen dat je hoog scoort. Edwin, ik heb dat wel bewust gedaan. Want ik had het gevoel dat iedereen met Groothoek aan de slag zou gaan. En daardoor wilde ik bewust met een macro-lens het maken. Ja. Dus dat heb ik eigenlijk gedaan inderdaad omdat die wat meer zou opvallen. Ja. Nou, dan heb je in dit geval heel goed gedaan. Hij is duidelijk anders, maar ook beter dan de rest. Dus in die zin snijdt deze foto aan twee kanten. En nog een Marcel van Engelen zegt, hoe zou de foto zijn beoordeeld zonder flowkreefjes? Ja. Ja, dan blijven die argumenten van lijnen, spel, kleur, licht blijven wel overeind. Ik denk dat hij nog steeds hoog had gescoord hoor. Maar die flowkreefjes zijn echt wel een bonus, dat wel. Ja. Nou, voor mij zorgden die flowkreefjes als toevoeging echt voor de wow-factor. Ik ben met Rob eens, het lijnenspel maakt hem sterk. Zonder de flowkreefjes had ik hem waarschijnlijk wel minder hoog beoordeeld ten opzichte van de andere foto's in de serie. Dus in dit geval zorgen ze echt wel voor een beetje extra. En nou goed, je hebt ook wat andere foto's uit de serie op Facebook gedeeld, zag ik. Wat mij betreft heb je echt wel de sterkste uitgezocht om in te zenden. Want de flowkreefjes zitten voor mij ook echt wel op de meest indrukwekkende plek. En ik vond de andere foto's die je had gemaakt duidelijk minder sterk. Dus het helpt. En zonder de flowkreefjes had ik deze ook niet ingestuurd, waarschijnlijk. Toen ik dat zag, dacht ik ook van ja, ik heb ook bewust daarop scherp gesteld. Zonder die flowkreefjes had ik hem denk ik ook, dan had ik andere keuzes gemaakt. Ja. Ja. Dus dat was ook een bonus van mij inderdaad, dat ze erop zaten. Nou, dat heeft goed uitgepakt in ieder geval, dankjewel. We gaan van de starterswedstrijd over naar de No Limits wedstrijd. Dat is inderdaad fijn. Soms gaat er nog wel eens wat mis met de openstaande microfoons. Dan galmt het even. Ik wilde ook Stella en Pekka zo de gelegenheid geven om wat commentaar te leveren bij deze foto. Maar misschien heeft Sander met een reden voorgelegd aan de jury. Sander, ben jij online? We hebben namelijk meer dan 40 gasten en ik kan niet de hele gastenlijst zien. Nee, denk ik niet, Gert-Jan. Geen Sander erbij, oké. Nou, dan wilde ik Pekka en... Pekka, can you give some comments? Yes, I can hear you. On this picture, please. Oh, yes. First of all, I mean, I want to thank Desmond for giving me the opportunity to judge the Dutch underwater competition two categories.
fresh water and no limits. It's a great honor to me. Anyway, so let's, I mean, judging is very subjective. So, I mean, I asked to be able to comment three pictures in those both categories. And this no limits category, of course, it's the most difficult one to judge, because no limits basically means that the photographer should somehow use the opportunity to do anything. So that can be, I mean, it can be composite pictures, it can be some stunts, it can be double exposures, or it can be, I mean, it can be anything. So how do you make the best use of it? And really, it's really hard to judge those pictures. Now, I really struggled with this category, I have to tell you, but anyways, that catfish picture really, I mean, it gave me a big impression. And I mean, I've seen a lot of pictures, so it's easy. I mean, I as a judge, so please show me something spectacular. Please surprise me. Please make me emotional. I mean, those kind of things I look for at the pictures. And this is a spectacular picture of a catfish. Really, I mean, the light is superb. The fish is big and its mouth is open and everything. So it really caught my eye. Now, of course, I mean, has the photographer somehow used the opportunity to do no limits on this picture? I'm not sure. But anyways, as I told you, judging is very subjective. So this is why I picked this one as my favorite in this category. Okay, thank you. Stella. Heb jij er nog iets aan toe te voegen? Hi Pekka. Hallo. Hi. Goedenavond nogmaals allemaal die nog aangesloten zijn. Is dit no limit? Ja, qua kleuren zeg ik van dit is no limit. Het is verschrikkelijk mooi. Normaal zie je een meerval in het groen. En dit is wel echt een heftige foto. Als je dan kijkt naar het no limit, werk dan nog wat meer stof weg. Dat was iets wat zowel Remco als mijzelf toch echt opviel. Remco stoorde zich toch aan de lichte vlek boven de vis. Waarvan ik denk van ja, dat geeft toch een extra verlichting op de vis zo gemaakt. Verder was die heel spectaculair en met onze alle vierde jureringen is die toch op een hele mooie vierde plek geëindigd. Okay. Nou, Sander is er niet bij, dus die kan geen vragen meer stellen. Ik weet niet of er andere mensen zijn, maar ik zie geen chats of zo. Dus stel ik voor dat we naar de volgende foto gaan. Desmond, wil je die voorzetten? Stella, wil jij deze als eerste zeggen? Ja, zeker. Mark in de tussentijd, als die aanwezig is, kan misschien alvast zijn microfoon bijna aan gaan zetten. Stella. Nou, wat we van deze foto eigenlijk vonden, de peilinktvissen bij de Melkweg, geweldig. Ontzettend mooi gevonden. Hij heeft ze mooi vrijstaand gemaakt. Goed in het beeld geplakt. Kleuren komen mooi overheen, hè? Ook met de Melkweg terugkomend in de pijlinktvissen. Maar als je dan voor ons naar de compositie gaat kijken, draai dan de pijlinktvissen linksonder naar rechtsboven. Dan heb je nog net een weer wat krachtigere compositie. En om hem nog hoger te laten scoren, vinden we de band. Vind ik de band. Ik heb heel uitgebreid met Remco over deze foto gepraat. De lichte band aan de rechterkant. Die is dan net te licht. Laten pijlinktvissen meer spreken. Dan was het gewoon een topfoto geweest. Echt een knallert. Helemaal met no limits. Hè? Van denk goed aan de compositie. Wat zijn echt... denk aan de compositieleer. Van wat is het nu echt... Hoe werkt het? Hoe werkt het menselijk oog? Wat is, hoe werkt ons brein daarin? Ik vond het wel ontzettend mooi gevonden om
dit zo'n combinatie te maken. Dankjewel. Is de fotograaf aanwezig? Nee, volgens mij niet. Ook niet, okay. Nee. Becca, please. Yes, thank you. This was a clear favorite of mine in this category among the composite pictures. I mean, mostly because this picture has an idea. It's easy to understand what the idea is. I mean, the markings on those squid, they are like small stars, colorful stars. And then the photographer, the author, has put those squid against the Milky Way. So, I think that this picture is superb because of the idea behind it. The embedding technically could be a little bit better, but nevertheless, this was my clear favorite because of the idea. I love the idea, stars on the squid, stars of the Milky Way, clearly my favorite. I'm not a big fan of composite pictures, I have to tell you, but this is a really a nice picture. That's why I chose it as the number two in this category. Okay, thank you. If there are no questions, then we can go to the next picture, please. That's a picture from Anouk. Anouk, present or not? No. Okay. Pekka, maybe can you give some comments on this picture, please? Yes. Once again, this picture surprises me. I haven't seen this picture before. It's really rough picture of a Mayflower, and really it really caught my eye. Now the question is, should this be in another category or in No Limits category? I'm not able to really answer that question, but it has been put in the No Limits category, and I really love the roughness of the picture. I love the murkiness. I love the sort of the, total. All those particles in the picture, they are there for a reason, instead of just being particles, newsome particles in the picture. So I really love this picture. Once again, I'm not able to say if this is the right category to put this picture in, but this mayfly, having been photographed from underneath, is really, really beautiful. I haven't seen a picture like this before. Thank you. Stella, please. De eendagsvlieg. Je ziet ze echt maar heel kort in het seizoen. Onder water zie je ze natuurlijk veel en veel meer. Als larven zijnde. Maar dit was inderdaad, zoals Pekka zei, zo uniek. Het lijkt eigenlijk alsof het gewoon een eendagsvlieg tegen de volle maan is. En hij sprong eruit. Ook omdat de vleugels en de eendagsvlieg zelf zo haarscherp zijn, is die ook bij de Nederlandse jury heeft hij heel hoog gescoord. Ik had nog een paar kleine opmerkingen, omdat het No Limits is. Haal wat grotere stofjes weg. Helemaal die links onderin, die stoorde mij zelf redelijk wat. Maar omdat het zo'n unieke foto is en haar scherp, is die hoog geëindigd, ook bij de Nederlandse jury. Okay, then maybe you both can collaborate on the question André just asked. Does it matter if a picture is unique or not? Rob and Edwin just collaborated on their vision on that, but how does it count for you, Pekka? Well, I'm always looking for something new. I mean, I want the picture to surprise me. Therefore, I give it a lot of emphasis if somebody is able to create something new instead of copying something that has been done 1,000 times before by other photographers. So if I see something new and unique, it really catches my eye. And as I told you, the judging is really subjective. It really relates to what the judge has seen before, what the judge has done before,
what gets judged emotional, etc., etc. And of course, I mean, whether it's nature photography, because underwater photography is not only nature photography, it's a lot more than nature photography. So what's your relation with nature photography? What's your relation with working with models, for example, in a pool? I mean, those are very different categories, different type of setups to take photographs. So in that sense, I give a lot of credit for uniqueness. It's not, of course, the only thing that I give credit for. But the uniqueness is important in my opinion. When we go forward and create new pictures, it's important that new pictures appear as well, and not just the pictures that are a little bit better than the pictures that have been taken of the same subject. Little bit better is a good thing. It's development, but to create something new is even more important in my opinion. Stella. Ja, nou als ik daar mag aanhaken, hè, wat Edwin en Rob ook al zeiden. We hebben 33 inzendingen gekregen voor de No Limits. En op een gegeven moment als je ze allemaal op je scherm ziet, dan ga je wel kijken van hé, wat valt op? Hè, wat is uniek? En daarna ga je ook kijken van naar de scherpte, naar de compositie, naar je beleving. En als laatste telt natuurlijk ook je sfeer en je persoonlijke keuze mee. En dat was eigenlijk met deze foto voor ons alle drie wel. Kwam die toch hoog in de ranglijst. Ja, heeft de tweede plek gehaald uiteindelijk. Ja, heeft de tweede plek gehaald, ja. Ja. Een mooie plek voor Anouk. Ja, en hij zat bij ons alle drie. In ieder geval in de top 5. Dus dat is een algehele. Maar ja, je ziet wat ik al zei. Je ziet alle 33 foto's. En dan ga je rangschikken van waar zit jouw persoonlijke voorkeur naar alle scherpte en compositiekanten. Beetje samengevat. Een uniek plaatje heeft altijd een beetje voorsprong. Maar hij moet wel goed zijn. Juist. Klopt. Als een heel uniek plaatje niet goed is, dan valt die ook af. Dat is denk ik de algemene conclusie op deze vraag. Oké, ja. Dankjewel. We hebben alle no-limit foto's gehad. Dus we gaan nog even door met de zoetwater, de freshwater match. En de spike is de first one, Pekka. Yes. This picture is from Marcel. Is Marcel? Yeah, I've been there. Online? Okay. Do you have a question for the jury? Mag well, Nederlands? Okay. Nou, deze foto die komt aardig overeen met wat ik bijvoorbeeld vorig jaar heb ingeleverd. Vorig jaar was het 4, dit jaar 17. Ik ben benieuwd naar het verschil. I'm afraid we don't know what photo you had last year for the fourth position, but this was on the 17th. Yes. Yeah. Another jury, another day, another competition. I don't know. But maybe Stella, you were in the jury last year also. Ja, klopt. Ik kan me even niet meer zo 1, 2, 3 herinneren welke snoek je vorig jaar ingeleverd hebt. Sorry. Als ik dat geweten had, had ik ze echt zeker wel vergeleken. Misschien dat op een ander moment nog even daarover kunnen brainstormen. Mijn commentaar over deze snoek. Kijk. Oh, er wordt wat opgezocht, zegt Desmond. Tjang! Dat gaat heel snel. als ik door mag gaan over jouw snoek, Marcel. Ik heb hem op mijn grote geklabierde scherm gezien. En daar lijkt hij voor mij helemaal zijn schubben wat schilderachtig. Alsof hij echt door met een haar fijn penseeltje geschilderd is. Het oog is heel scherp. Maar we hebben natuurlijk heel veel inzendingen van snoeken gehad. En dan ga je, even heel hard gezegd voor jou, ga je afvinken. Ze staart. Hoe mooi je hem ook belicht hebt en hoe mooi die in de kleurencompositie erin zit, staart mis net. Als ik je de positieve feedback mag geven, dat is echt alsjeblieft positief bedoeld. Dan ga je echt letten op details. Hoe mooi jouw
snoek ook is, je gaat letten op details. Dan heeft hij aan de rechterkant meer ruimte. Hij komt van rechts naar links, dus hij moet aan de linkerkant eigenlijk meer ruimte hebben, zodat je meer in zijn habitat zit, dat hij beter kan wegzwemmen. De hoofdverlichting zit dan meer op zijn kieuwen dan weer op zijn kop. Het zijn, sorry Marcel, het zijn echt hele kleine details waar we bij met de, waarbij we met de snoeken echt op hebben gelet. En dat is ja heel jammer dat jouw foto dan op de 17e plek is geëindigd. Er waren helaas gewoon completere snoeken terecht. Ja, nou, oké. Ja, en dat is net eventjes van ja, hij, hoe scherp hij zijn oog ook is. Als je verder naar het lijf gaat, is die net schilderachtig. Ik vond het prachtig en denk je van ja, wil ik hem aan de muur hebben? Per direct. Is het een hele mooie ervaring? Top. De sfeer, de beleving, het is allemaal mooi, maar net even iets minder dan de andere snoeken. Oké, okay, nou dan let ik erop voor volgend jaar. Ja, ja, ik zou hem, hè, als hij helemaal zo is van of net meer kop en minder staat, want je hebt net echt gewoon die laatste 10, 15 centimeter van zijn lijf ontbreken. Aan de achterkant minder ruimte, voorkant meer ruimte. Is goed. Dankjewel. Ja? Heb je, ja, heb je er wat aan voor een volgende keer? Oh ja hoor. Oké, okay, super, top, dank je. Oké. Okay. Becca, please your command. Oh yes, I mean, I love this pike picture. There were a number of pictures of pike in the in this category, and this one I liked more than the others. There were other good pictures, pike pictures in that this category as well. I love this picture for several reasons. One of them is of course that this is very intimate. The photograph is very close to the pike, so this is a very intimate encounter with the pike. Of course, it's quite easy to get close to pikes, I know, because I've shot them a lot myself as well in these local waters. And the other thing is that the lighting on the pike is very nice. It really makes the pike show up in the picture, and without sort of overburning the scales or the white parts of the fish in any place. Then the eye of the pike is in the right place against the background. The background is nice because there are some trunks of trees or something that really give geometry and nice background to this pike picture. So the background in the pictures is oftentimes at least as important as the main subject. So now the background is really good. You can easily see it's been taken in murky waters, in green waters, which I love, by the way, instead of blue waters and so forth. So really intimate picture of a pike with good lighting, good background. Really my favorite among the pike pictures in this category. Thank you. Okay, maybe you can add one or two tips for Marcel to have a better result the next time, Pekka. Well, I mean, in murky waters, fresh waters are usually murky waters. They are there in Dutch waters as well. So the most important thing is to get close. You need to get close, and then you need to get even closer. So the sort of the distance to photograph the species has to be like 20 centimeters or something like that. And then you use fish eye, not for the fish, but because of the wide angle. And then the good thing in post-process is to sort of minimize the fish-like appearance. So you can get filters to minimize the fish-like appearance on Photoshop, for example. So you shoot fish eye, and then you make it look like it was shot with a wide angle. And that's something I do all the time. I mean, my favorite lens in the local murky waters, I mean, all our waters are murky here. So my favorite lens is 15 mil. And 15 mil are usually processed in such a way that they look like they've been shot with something like 25 mil objective. So that's something that can be done in the post. But get close and then get even closer. And then put your strokes not to
2 p.m. and 10 p.m. But the most common place to put your strobes, and they can be just one strobe, put it right on top of the camera. You get light from the top of the picture instead of from both sides. And one strobe is often better than two strobes, because then you get shadows as well. If you just use two strobes from the sides, you light up all the scene and you don't get any shadows. And shadows are equally as important in the picture as the lit parts. So you need to have shadows in the picture to really to get the structure visible and to get the sort of the powerful picture. No shadows means a flat picture which doesn't have as much power as it would have with shadows. One strobe, put it on top of the camera instead of to the sides. So that's how I shoot most of the time. But of course, there are no definite rules in photography. I mean, photography is art. It's not science. It's art. Yeah, I made this picture with the 8mm on an Olympus camera and two strobes on top facing down. Oh, yeah, you are the master. That's why you do well. Good. Good job. Good job. Thank you. It's also a nice bridge to the next picture, I think. Yeah, that's the one of the last year. I just found the picture from last year from Marcel. Okay. That. And last year you had a fourth place and now the 17. Yeah. That's a big difference. Yeah, that was why I had the questions. But there was another jury and other contestants, so I don't know. Yeah. So the case is always such that if you change the jury, you change all the placements as well. So, I mean, it all depends on the jury. Yeah. Okay, thanks for the comment. Pekka, you asked to say something about the next picture from Sander, and Sander isn't online, so maybe you can give your comment on this picture, please. Well, in English language, this is Sander. Fish is called Sander, so it's been taken by Sander as well. Yeah. Or no? The fish is called Sander in English language. Oh. Okay. Yeah. It's been taken by whom? By whom? Sander. By Sander. Yes. Yes. Sander taken by Sander. Okay. Yeah. Exactly. Good. I didn't know about that when I selected this picture as my number two. So usually I hate these scales that are shiny. I mean, I always try to avoid getting shiny scales on fish pictures, and sometimes it's, you know, I mean, with silvery fish, it's almost impossible to do. But anyways, in this case, somehow these shiny sides of a sander, they really add to the powerfulness of the picture. Of course, the powerfulness of the picture once again starts with being intimate. So the photographer has been really close to the sander. It's probably a male guarding his nest and aggressive towards the intruder, the photographer, and opening his mouth and showing his teeth and really sort of being absolutely aggressive towards the photographer. So this is a very powerful picture, not only as an image, but as a sort of an act that the sander is doing, guarding his nest, I guess. Of course, I'm not sure, but I guess it's taken at his nest. And that makes it powerful in two things. The picture has a lot of behavior, and it has a lot of powerful, it's really powerful in terms of light and so forth. And then you get ambient light from the left top corner as well.
and some glimpses of light on the sandy bottom from the sun and the rainbow colors and everything. So, but I'm not sure. It could be the stroke coming from the top left. I'm not sure about the lighting, but anyways, it really pleases my eye, even though I usually hate shiny scales on a fish. But not this time. Stella. Not this time. Nou, daar sluit ik me wel bij aan, want ik heb ook echt wel een hekel aan overbelichte visschubben. Maar in deze, op deze foto komt het allemaal wel overheen, hè? Met de complementaire kleuren van het blauw van de vinnen, het geel van de omgeving, de regenboog. Het is gewoon een hele sterke foto. Nog beter, even spiegelen, de hele foto spiegelen, dat de vis net gedraaid is. Maar ja, je komt dit tegen en dit is natuurlijk het plaatje zoals het is. Maar nou ja, waar ik ook vorig jaar wel op gehamerd heb, is echt jongens, let op de compositie. Dit is natuurlijk een ontzettende mooie foto. Ik wou dat ik ook tegengekomen was. Met staart, mooie houding, die bek open. Nest, ik denk het ook, hè? Het verdedigen van het nest van de snoekbaars. Dat is natuurlijk iets wat hij dan, waar hij erg agressief op wordt. Ja, een verdiende tweede plek. Overigens, jij zegt staart, maar ik zie mensen die staart niet zien. Dat was in de chat een opmerking over. Oké, okay. Nou helemaal achteraan zit echt zijn staart. Als je hem op groot scherm ziet, dan is de staart echt aanwezig. Ja. Oké. Is er iemand die er nog een vraag anders over wil stellen? Je ziet het, de jury die kijkt toch altijd naar een foto, misschien net op een andere manier, maar overigens ook meestal wel op een erg mooi en gekalibreerd scherm. Dat moet misschien ook even gezegd worden. Ja. Ik weet niet of jullie allemaal, ik weet überhaupt al niet of Teams iets doet met kleuren, hè? Dat zou zomaar nog wel kunnen. We zien als we naar een beeldscherm kijken, naar 10 schermen ook 10 verschillende beelden vaak. En dan maakt dat echt wel uit of je scherm goed gecalibreerd hebt of niet. En we delen ook altijd de instellingen die we van de jury verwachten van de voorkant, zodat er toch een beetje hetzelfde beeld gezien wordt. René vraagt, waarom spiegelen stellen? Dat heeft met de compositieleer te maken dat wij Nederlanders nog steeds van links naar rechts lezen. En dan kijk je vanaf de staart naar de bek, naar de verlichting. En ik zou zeggen, probeer het eens uit thuis. Dat dan, als je ze naast elkaar zegt, dat het menselijk oog gespiegeld de plaat nog mooier vindt. Als je een fotocursus volgt, dan krijg je dat in ieder geval als theorie ook. En ja, daar zullen mensen over nagedacht hebben. Nou ja, je hebt natuurlijk de gulden regel en dat soort dingen allemaal. Maar als je nog verder in de compositieleer gaat, dan en dan foto's gaat vergelijken, dan zie je echt van wat een vis doet. Nou mag je bij de starters in ieder geval, mag je, en bij de zoetwaterwedstrijd ook, mag je wat eenvoudige fotobewerking over je hele foto doen. Hè? Dus je had hem mogen spiegelen. En ja, ik zeg altijd maar zo tegen de mensen die vragen of ze dat moeten doen, ja of nee. Je zal uiteindelijk je eigen smaak moeten volgen. Dus als je hem nou eens al probeert te spiegelen en te kijken wat voor jezelf doet, ik kan altijd nog afwegen wat jij het mooiste vindt. En dat zou ik vooral inleveren. Want de jury die vindt er toch zijn eigen ding van. Maar lever gewoon ook in wat je zelf het mooiste vindt. En klopt. Als dat niet helemaal aan de leer voldoet en jij vindt het mooiste, moet je het ook vooral wel invullen. Maar je hebt wel gelijk, als je heel fotografisch gaat kijken, dan zijn dit de regeltjes. Oké. Nog geen andere vragen meer zie ik. Dan hebben we nog
Even kijken. Eén foto uit de zoetwaterwedstrijd. En dat was de eerste plaats. The winning picture on the freshwater match. Stella. Ja. Why? 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 haar en haar en haar scherp. Oh, Pekka, do you want? Well, I can give my remarks first and then you can ask the question why. Okay, okay, okay. Yes. That's okay. Of course, the important part of this picture is the eye contact. The eye contact of a turtle really makes this picture. It's been taken up front from, so the turtle is looking at more or less at the photographer, and I don't know what the feeling turtle gets. Maybe he's a little bit surprised. Boy, is this big turtle in front of me? Is he a mating partner, or what could that be? Anyway, so I never knew that there would be turtles in Dutch waters. So I was really thinking, could this be an invasive species or not? This looks pretty much like a land turtle. Could this be an invasive species? I don't know. It's not native. Yeah, it's an invasive species. Probably not native. We put them somewhere that were bordered with them at home. And they will die eventually. Because I thought that this is a very nice picture of a turtle, I was thinking, hey, is this an invasive species or not? Because it really sort of a little bit has an effect on my judging. But okay, now you tell me it's an invasive species. Yeah. Anyway, so but the turtle there, really, I think the good thing about this picture is that the subject is really sort of makes you feel that, hey, a nice turtle, turtles are nice, I love turtles. It gives emotional feeling to the picture because it's a turtle instead of a fish. And the turtle is put right in the center of the picture, which is, I think it's all right because the turtle is coming right at you. Maybe the composition could be something else. And the vertical branches of the tree, they add to the picture. Of course, the background has to be at least as this good. And this is not sort of a setup picture because you have branches here and there and the turtle is coming at you and you get some shiny parts of the turtle. So technically, this picture could be better, but emotionally, this picture gives a good feeling to the viewer. And now, Stella, please, now you can answer the why question. Wat Pekka ook zegt, de ogen zijn haarscherp. We hebben veel scherpe inzendingen gehad, maar dit was echt gewoon een wauw factor. Natuurlijk ook een unieke foto, maar ook een goede foto. Het enige positieve commentaar wat we zouden kunnen hebben is dat hij iets gekropt moet worden. Rechts even net wat meer weghalen, omdat daar net te veel onrust zit. Zodat de schildpad echt frontaal in het midden zit. Hij is mooi gekaderd om de foto heen door de takken. De verlichting iets zachter, omdat hij toch wat uitgebeten plekken op zijn poot heeft. Maar dat is niet storend genoeg, zeg maar. Dus echt ook positief eraan dat hij om hem op de eerste plek te laten eindigen. Filip. Misschien heeft Filip nog zelf... Het is uw foto. Heb je nog vragen hier bij aan de jury toevallig? Je hebt Filip? Hij zou er moeten zijn. Ja. We horen je niet.
De microfoon staat inmiddels aan, maar... Nee, gaat het niet lukken, geloof ik. Misschien als het dadelijk nog lukt, breek gerust nog even in. Maar we horen je niet. Nee. Filip heeft het weekend op het OBK ook weer goed gedaan. Dus wat dat betreft, mooie foto's maakt hij genoeg. Maar ik ga denk ik toch door. I had something. I mean, this picture can be used for protective purposes. So this is something that shouldn't be done. People shouldn't dump these turtles into ponds. And this could be a really powerful picture if it's used in the right way against this kind of dumping of invasive species into ponds. So this picture can have a big effect if it's utilized in the right way. That's true. Maybe it will in the future. Thank you. We have one more picture from the freshwater contest, and that's two more. The next one is from Valerie. Valerie online? I thought so. Nee, Valerie is niet online. Goedenavond. Oh. Valerie heeft mij gevraagd, ik ben Mario Hendricks. Dag Mario. Hoi. Om deze foto in te brengen. En zij wil graag weten waarom deze zo laag is geëindigd. Wow. Why the 22nd position, Stella? Hi Mario. Hi. Hi, leuk dat jij even waarneemt voor Valerie. Ja. Nou, wat mijn mening in ieder geval hierover is, dat die onderwater erg rommelig is. Mm-hmm. En het goud in het midden, de goudkleur met het blauwe, de contrasterende kleuren zijn echt gewoon heel, complementaire kleuren zijn echt heel erg mooi. Mm-hmm. Maar ja, hij oogt onder water erg rommelig. En boven is die rustig, daardoor wordt je oog naar beneden getrokken. En boven water voegt niet heel erg veel meer toe. Mm-hmm. En dat is eigenlijk, ja, voor de verlichting is die mooi. Maar ja, dan zet je die 33 foto's weer naast elkaar. En dan moet je toch op een gegeven moment je sfeer ook mee laten leven. Want hij is wel heel mooi scherp. Wat heb ik er verder nog bij staan? Ja, ik heb rommelig. Mm-hmm. En ook Remco die heeft ook aangegeven van de belichting is mooi op de waterlelies, maar toont het op deze manier wel rommelig. Het is te druk onder water. Ja, helder. Helder? Ja, hartstikke helder. Ik zal het zo doorgeven. Hopelijk kan er wat mee. Ja. Ja. Lekker. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Becca, are you still there? Yeah, I'm still here. When I look at this picture, this picture has a lot of credit to my eye. Then again, I have some things that come to my mind as well, and they are that this kind of a picture, it has a lot of contrast. Does it have too much contrast? I'm not sure. Then the other thing is that the composition is somehow it's not balanced because it's tilting. I mean, the leaves are tilting to right, and then the sort of the land part it doesn't have the balance. You have trees on the left hand, and then you have a single buoy or something on the right hand side. So the composition of the picture could be better, and I would tilt the picture a little bit to make the composition better. That can be, it's to my eye better, I mean, and that could be done in the post-processing as well. So, and of course, in these kind of pictures, the big problem is that there is no single subject in the picture. So your eye starts wandering and searching, where is the main subject in the picture?
And in this kind of a sort of a landscape picture, there is no main subject. So you're looking for some animal in the picture or something that would really catch your eye. And possibly it's that leaf and the reflection of the leaf on the center that's really the main focus. But that's really sort of, once you don't have the subject in, a real subject in the picture, your eye starts wandering in the picture. But it has a lot of credit. I mean, I like this picture. It could be easily enhanced a little bit, I think. With some... Okay. For some details. So, Mario, clear for you? Very clear. Thank you. Okay. Valerie will get this comment. And, sure. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Filip, we gaan nog even terug naar jou. Ja, horen jullie mij nu? Ja, nu lukt het. Ja, oké. Okay. Ja, beeld gaan jullie niet zien, maar de micro is in orde. Ik wou nog even zeggen van die foto met die schildpad, want er zijn sommigen die dachten dat ik die in de put van Ekeren genomen had, maar die is niet in Ekeren genomen, die is in de Nionplas genomen. En ik denk dat René Weterings dat wel zal herkennen, dat zijn die takken daar die in het water hangen. En het ging eventjes over de foto bijkroppen. Ik heb die bijgekropt, want dat was natuurlijk ook mijn fisheye lens. Dus ik heb die wel wat bijgekropt, geloof ik. Want ik ben net gaan kijken dat er een stukje af was. En ik denk niet dat er meer mocht gekropt worden. Maar het is misschien wel een goede tip om hem na de wedstrijd dan iets verder uit te kroppen. Hè. Maar die schildpad die ging misschien 10 centimeter van mijn doompoort af. Dus veel dichter kon ze niet. Hè. Nee. Ja, het is ook mijn achtertuin waar ik niet zoveel duik. Maar inderdaad, dank je wel. Een mooi resultaat. Ook het weekend had je weer mooie resultaten. Nog gefeliciteerd daarbij. Ja, dank je. Dus, we hebben een laatste foto voor vandaag. Tenzij jullie nog andere ideeën hebben. Dan hebben wij nog één foto te bespreken. En die is wederom van Ezra. Dit keer voor de zoetwaterwedstrijd. Dat heeft een mooie derde plek gehaald. Heb je specifieke vragen ook hierbij, Esra? Nou ja, eigenlijk gewoon de vraag. Hoe komt het dat deze de derde plek heeft behaald? Why the third place? Stella, mag ik jou eerst het woord geven? Jazeker. Gefeliciteerd, Esra. Dankjewel. Ja, waarom heeft deze hoog gescoord? Het is een snoek in zijn natuurlijke habitat. Wat heel mooi hier is, is dat zijn kop goed verlicht is. En dan de rest van zijn lijf wat donkerder. En de achtergrond precies tegengesteld. Hij zwemt de goede kant op. Je hebt hem aan de rechterkant voldoende ruimte gegeven om te zwemmen. De mooiste snoek van de inzendingen, van alle 33. Dus ja, hij sprong er gewoon uit, helemaal met je contrasterende kleuren, de scherpte. De compositie is goed. En dan zeg ik nog weer, spiegelen. En waarom? Dan kijk je van het donker naar het licht, van links naar rechts. En dan komt de snoek, nu zwemt de snoek van je af. Als je hem omdraait, komt de snoek naar je toe. En dat is iets om weer eens een keer naar te kijken. En als je hem aan de muur hangt, is dat natuurlijk een hele kleine druk op de knop. Maar ik vind het gewoon een ontzettende mooie foto. Heel goed verlicht. Goed de details in de donkere delen, details in de lichte delen. Heel mooi gedaan. Het grappige is dat hij van origine dus inderdaad dus wel de andere kant op. Dus ik heb deze gespiegeld. Ja. Oh, geweldig. Dus dat kan ook nog. Ja, nou ja, leg ze eens naast elkaar. En dan het oog trekt toch vaak van de donkere hoek naar de lichte hoek. En dan valt zijn kop helemaal mooi. Oké, dankjewel. Maar ik vind het leuk dat die origineel andersom was. Lekker.
Yes, a nice picture of a pike. There were many nice pictures of a pike in this category. I understand it well because pike is very photogenic. Of course, he's not very shy, so he's easier to photograph than some other species of fish. Well, in this picture, there's a lot of good things in this picture. First of all, of course, it's sharp and the background is nice. However, somehow the lighting, I mean, the balance between the artificial lighting, the strobe hitting the head of the pike, and then the ambient lighting coming from the left. I mean, this lighting doesn't really completely please my eye. It somehow feels that the right part of the picture is somehow different from the left part of the picture. And it has to do with the lighting, because of course the lighting brings out the colors and look more sort of sharpness, and also the more luminance to the right part of the picture, whereas the left part of the picture is the greeny part. I know that without the strobe, this would be completely green. So I don't know how this should be done to please my eye completely. I mean, I think that the photographer has been, technically he or she has been really good lighting up the head and so forth. So somehow, if this were a portrait, I would love to see that the portrait gets darker on the background when you go to the side towards the corners and sides of the picture. But now the left hand side is really lit up because of a lot of ambient light, and somehow the balance of the light and the color temperature of the light doesn't match on the right hand side on the left hand side. But nevertheless, this is a very, very good picture. In any case, in my opinion. Thank you. Thank you. Voldoende, Esra? Ja, zeker. Dankjewel. Oké. Ik zie nog één vraag op de chat. En die wordt gesteld over de teamwedstrijd. Ik weet niet of die voor de teamwedstrijd heel specifiek is. Maar eigenlijk worden alle foto's op eenzelfde manier beoordeeld. Dat is altijd in samenhang met de andere foto's die zijn ingezonden in die categorie. Een foto wordt weliswaar individueel bekeken en beoordeeld, maar wordt altijd vergeleken bij wat de rest allemaal heeft ingezonden. Dus iedere foto wordt zowel individueel beoordeeld en bekeken, als wel vergeleken met wat er nog meer is ingezonden. Want het blijft wel een wedstrijd en dat betekent altijd dat een foto beter of slechter kan zijn dan de rest die ingezonden is. Dus het is niet een kwestie van of een foto individueel of ten opzichte van de rest bekeken wordt, maar per categorie worden de foto's uiteindelijk besproken en vergeleken met de rest en krijgen op die manier uiteindelijk een bepaalde positie in het geheel. Ries, ik weet niet of dat jouw vraag beantwoordt, maar anders moet je misschien nog even anders stellen. Ik denk, Gert-Jan, dat de vraag met name gaat van wordt het als collage, als teamprestatie beoordeeld? Ja, dat is een andere dan dat. Ja, klopt. Maar ik zal de vraag even toelichten. Ik vraag me af of dat de score die het team krijgt, of dat er dan naar de collage van alle foto's in één keer gekeken wordt. Dus of er verschil tussen de foto's zit, of of je verschillende onderwerpen bijvoorbeeld hebt. Hoe de kleuren bij elkaar passen, of dat er echt naar de foto's individueel gekeken wordt, dat ze individueel beoordeeld worden en dat daar een eindscore uitkomt. Oké, als je het zo bedoelt, dan is dat het laatste inderdaad het geval. Er is per categorie wordt er een score, komt eruit. Het gaat natuurlijk allemaal anoniem en uiteindelijk wordt er na de jurering van die categorieën worden er punten toegekend aan alle foto's en die punten die worden bij elkaar opgeteld en dan wordt er gekeken bij welke fotografen, dus bij welke teams komen die foto's nou vandaan en daaruit volgt dan een score voor de teams. En dan wordt er niet nog gekeken van
de totale collage of de totale inzending van een team, zit daar een lijn of iets dergelijks in? Dat wordt niet. Nee. Dus de foto's worden echt per categorie beoordeeld. Dat duidelijk? Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Even kijken of er nog andere vragen zijn. Oké. Dat was hij, denk ik. Als er geen andere vragen zijn, dan dank ik jullie voor de aanwezigheid. De juryleden, also Pekka, thank you. Voor volgend jaar. Voor volgend jaar hebben wij alvast wat data. Die staan nu in beeld. Goed om alvast in de agenda op te nemen. En de vraag, Marieke zegt, zijn er geen masterfoto's te bespreken? Ja, wij vragen aan de voorkant van wie wil zijn foto onderwerpen aan een stukje commentaar. En nou ja, die hebben we denk ik niet gehad. Anders had Desmond ze ongetwijfeld meegenomen. Dus nee, sorry. Misschien dat Marieke een specifieke vraag heeft. Ja, dat kan. Wil die een bepaalde foto zien? Want Desmond heeft ze allemaal bij de hand, hoor. Nee hoor, ik ben nog steeds Patrick, maar op de computer van mijn vrouw. Maar Patrick. Ik dacht, eerst zijn de starters besproken, toen de No Limits, toen Zoet. Ik denk, nou komen de masters nog, maar dat is dan niet zo. Ja. Nee, er waren geen foto's van de masters om te bespreken. Ja, prima. Oké. Okay. Kijk, wij vragen altijd wie wil zijn foto nog besproken zien. Deze keer geen masters die daar behoefte aan hadden. Die zijn inmiddels gewend dat de jury er wel wat van vindt. Of wat ze ook inzenden. Dus dat blijft. En daar zitten we ook voor. Ik dank jullie in ieder geval allemaal hartelijk voor het luisteren. We waren met meer dan 40 mensen. En ik denk dat het mooi is dat het in ieder geval bij jullie allemaal leeft. Ik wens jullie alvast... heel veel succes in ieder geval bij de volgende wedstrijd. Maar wellicht zien we elkaar voor die tijd nog wel. Hartelijk dank. En fijne feestdagen alvast. Tot de volgende keer. Misschien nog een vraag. Die kan ik nog wel even misschien tussendoor. Wim. Oh, dan komen er wel heel veel. Ik kan het zo snel niet meer volgen. Nee, er was inderdaad een vraag over de starters. Dat was scherp gezien. Maar vanaf de nieuwe wedstrijd mogen starters inderdaad ook in de periode 1 april 20 september de dagen kiezen. Dus die zijn niet meer gebonden aan de 4 wedstrijdperiodes. Nee, dat is wat verruiming, zodat meer mensen mee kunnen doen nog in de starterscategorie. Meer mogelijkheden. Nog leuker maken we het. Nog. Oké, dan denk ik dat we hem hierbij afsluiten. Mensen, tot ziens.